We gaan binnenkort terug naar Peru. Voorgoed. Ik ga ook naar Peru. Met mijn vader, als de baby er is. Wat doet je vader? Hij zoekt je naam. Ik ben zo'n tita kai pimi a chasu. Je moet drie keer blazen. Jouw naam is al bekend. Echt waar? Hoe heet ik dan? Kaipimi kambatai tapa, mamapa, akchata. Hier doe je haar bij van je vader en moeder. Maar papa en mama zijn niet mijn echte ouders. Ama jakiritu, kanda. Het geeft niet. Huya kunami, kamataitakona. Degene die van je houden, zijn je familie. Kaitaka, kamba huyaska, pustupe, rupachinki. Dit verbrandt je op een speciale plek. Dan moet je dapper zijn. Dapper? Iets met schieten zeker. En iedereen zijn kont schieten. Hey, wat doen jullie? Niks. Niks. Nou, hup, weg jullie. En nou je moeder nog. Jemig. Nou ja, geeft niks hoor. Wat? Wat een dikke grijze haren. Nee, trek eruit. Dat kan pijn doen hoor. Dat lucht op, hè? Kan je goed dat jullie? Ben je er klaar voor? Ja. Ik vertel je straks meteen hoe ik heet. Ik mag niet bang zijn. Ik ben van de Inca's. Dat is een dapper volk. Ik moet durven. Manante. Dat is de geest van het water. Die kun je om bescherming vragen. Alles werkt samen. Met jou.
als je niet bang bent. Inti Taitanai. Inti Taitanai. Apu Taitai Kunai. Apu Taitai Kunai. Alin Kamachinta. Alin Kamachinta. Aparici Moi. Aparici Moi. Alin Tarita Koai. Alin Kitarita Koi. Aparici Moi. Aparici Moi. Shutita Koi. Shutita Koi. Dat betekent, geef me mijn naam. En dan moet ik nu zeker schieten. Nee. Wat is dat? Hierin zit jouw naam. Ik gooi hem weg. Jij duikt hem op. Als je dat lukt, ben je een Indiaan. En weet je meteen je naam. Nu? Je bent een echte Indiaan als je dingen doet die je eigenlijk niet durft. Misschien ben ik wel geen echte Indiaan. Dan krijg ik ook geen Indianennaam. Koos! Kom maar! Waarom? Je moeder. Wat is er? De baby komt. Mama, maar de baby komt lang niet. Oh, lieverd. Lieverd, luister. Alles komt goed. Kijk, Koosie, open kom zo. Maak was schat. Oh. Hallo, ik ben het. Hé? Nog niet? Wat? Niks. Ja, oké. Okay. Hou je haaks, hè? Ja. Wat? Hé? Nee, niks. Duurt een beetje lang. Het is een kleine dwarsligger. Wat doe je? Ik probeer naar mijn hart te kijken. Dat is een verrekte goed plan.
Nee, schat, moet je kijken. Wil je de baby zien? Kijk. Yes. Wat een prachtig kereltje. Weet je hoe die heet? Nee. Douwe. Het kan niet, zo heet opa al. Het kan niet, zo heet opa al. Heel voorzichtig, hè? Ja. Het is een hoofdje steun, hè? Ja, ja, dat weet ik. Hoe vind je hem? Ja, het is een echte sterren daar. Kindertje van onze kant, hè? Leusje. Ja. Hij lijkt precies op een wang. Lieverd, kom eens bij mama. Nu kunnen we naar Peru. Als de baby er is, dan gingen we naar Peru. Lieverd. Ooit gaan wij naar Peru knakken. Oké? Okay? Mama is net bevallen. Die moet uitrusten. Feestje vieren. Beschuitjes eten. Touwen. Nou begint hij pas echt op zijn vader te lijken. Eljari's vader zegt, familie zijn de mensen die van jou houden. Maar wat nou als je familie opeens van een worm houdt? Wanneer komt het nou allemaal goed? Misschien zijn mensen die op je lijken wel meer familie. Zoals de mensen in Peru. Met jou mee naar Peru. Ja, dat wou ik ook wel. Ik wil met jullie mee naar Peru. Kamba suti kachai pisuyahumi. Kantaja misuyahum. De koko wacht op jou. Alleen op jou. €83, is dat genoeg? Waarvoor? Ik ga naar Peru. En ik dan? Is het genoeg? Nog lang niet. €10. Nee, 20. Hé, hey, waar was je nou? Ik zocht je. Ik heb best veel geld. Dus je gaat echt mee? Ja. We vertrekken vanavond om 9:00. Dan ben ik bij je huis. Hoeveel wil je ervoor hebben? €5. €5. Oké, doe ik. Koos Stegerda, ben jij helemaal gek geworden? Ik heb daar wekenlang op geknutseld. Weet ik. Jongeman, ik heb het helemaal gehad met jou. Hup naar je kamer, ik wil je de komende 3 dagen niet meer zien. Ik heb niks over me te zeggen. Je bent een echte vader niet eens. Ja, dat klopt. Dat ben ik niet. Koosie.
Soms moet je dingen doen die je niet durft. Ook al passen ze niet bij je. Ben je niet naar Peru? Jawel. Mario Jaar is toch al weg? Ik ga zelf. Hè? Maar dat kan niet. Dat is gevaarlijk. Nou ja. Ik ga op het Indianeneiland wonen. Tegen niemand zeggen, oké? Okay? Jij bent toch ook een Indiaan? Tuurlijk. Rustig. Ja, ja. Ah, rustig, mijn liefste. Hé, hey, is Koos bij Isa? Nee, ik laat slapen. Oh. Gaan we naar je kamertje kijken. Hoi! Hoi! Peru is ver weg, aan de overkant van het grote water. Een flink stukje verder, zegt opa. Maar dat durf ik wel. Manante, bescherm mij.